Lotte Kebekki, je hebt een nieuw gezelschapsspel uitgevonden, 5 op een rij. Ja. ja, 4 op een rij werd een beetje saai, dus maakten we er 5 op een rij van. Wat betekent dat nog, zo'n vijfde zegen? Word je daar nu extreem gelukkig van? Of? Het gewoon uiteindelijk winnen is iets dat je nooit beu raakt. Maar om te zeggen dat het echt super, super speciaal was, dan is de eerste meestal wel het speciaalste. Het was niet in beeld, maar je bent ook tegen de grond gegaan. Wat is er gebeurd? Ja, linkerbocht naar rechts. Iets te veel snelheid, verkeerd ingeschat. Ik denk dat ik kort mijn voorrem aanraakte en ik ging onderuit en kon het niet meer recht trekken. Er is niet altijd veel schade? Ik denk het niet, nee. Leert dit jou nog iets in aanloop naar zondag of naar de Tour? Of heb je deze prikkel niet per se nodig? Gewoon richting zondag denk ik niet dat dit per se nodig was, nee. Gaat het alle tegen jou zijn zondag? 1 tegen alle? Ja, dat zullen we zondag zien. Ik hoop dat het, een mooie koers wordt en dat het een verdiende winnaar van die dag mag winnen. Proficiat, dankjewel.